Te vroeg is op tijd, niet in Brabant. Campus bestaat dit jaar 175 jaar. En in aanloop naar het Campus Knalfeest in september maken we een Hoe word je zo groot trip door het hele land. En feliciteren we collega's met dit grote jubileum. Hoe word je nou zo groot? Dat is de vraag die we in deze serie beantwoorden. Te beginnen met een mooi gesprek met Frans en Nettie Campus en hun zoon Joep Campus, de huidige directeur. En we horen net dat de broers ook even op de koffie komen. Spannend, best wel. Hallo. Hey dames, goedemiddag allemaal. We hebben hem gewoon aangezet. Kom binnen, kom binnen. Dankjewel, hoi. Hallo. Daar is mijn vrouw, de Rotterdam. Hallo. Wat ziet u er prachtig uit. En jullie dan? Ja, wij nog mooier, hè. Ja. Zal ik zijn een kop koffie in die jullie hier krijgen? Kop is goed, toch? Ja. Ik sta alleen voor bezoek. Onze Frans zijn daar nooit kopjes koffie. Wel, hoeveel kinderen hebben jullie dan in totaal? Drie jongens. Als een ploeg. Is naar buiten, de hond is naar buiten weg. Wat voor domme dat. Kom hier. Nee. Ja. Kom hier. Verder ploeg is er al. Hi, ik ben Britt. Hallo. Britt, jij bent Lynn dan? Ja, ik ben Lynn. Hi. En hoe oud waren jullie toen jullie elkaar leren kennen dan? Rond de 20. 7 jaar later zijn we getrouwd. 3 jaar later kwam een schertje. En hoe is dat om te trouwen met iemand die al in een familiebedrijf zit? Ja, dat vond ik niet zo moeilijk. Ik heb daar nooit erg in gehad. Ons Nettie was een rotsende branding. En ons Nettie kon uit zichzelf een complete offerte maken. En als ze die gemaakt had, waren ze kant en klaar. Dan ging de boer op. Dus jullie hebben het echt samen gedaan? Echt samen, ja. Net zo gezegd. Vind ik een hele goede opmerking. Zij hebben echt van nul iets moeten maken. Ja. En toen ik instapte, stond er een bedrijf van een bepaalde omvang. En dat was een visie. En dat hebben we wat beter en wat groter gemaakt. De oorsprong is natuurlijk compleet anders dan waar ik mee geconfronteerd ben. Als jij 1 woord zou mogen noemen wat typisch Campus is? Het zijn 2 woorden, maar dat is positieve energie. Ik hoor vaak van klanten die bij ons op het bedrijf komen. Die merken gewoon dat er een positieve energie is. En ik denk dat dat cruciaal is. Volgens mij is dat de karakteristiek van veel familiebedrijven. Dat sociale, dat hoog in het vaandel staat. Is dat, denk je, waarom jullie het zo lang kunnen volhouden als bedrijf? Ja. Ik denk wel dat daar een bepaalde basiscultuur is van hoe je met elkaar omgaat. En dat is wel prettig, denk ik. Was het logisch dat jij het ging overnemen? Nee, in het gezin? Was volgens mij zelfs onlogisch. Ja, in die periode dat wij allemaal uit militaire dienst kwamen en goedjes aan onze carrière begonnen te werken, hebben we toch best wel pittige gesprekken met elkaar moeten hebben, hoe dat we de rollen gingen verdelen. En zo hebben we besloten dat onze Tom destijds naar Wageningen ging, ik naar Helmond en onze Joep in Os bleef. Totdat het bedrijf zo groot werd dat we toch weer andere richtingen en koersen moesten doen, want het bedrijf is constant in beweging gebleven. En zo is het gelopen zoals het nu gelopen is. Waar ben je nou heel trots op bij Joep, dan wat hij nu in het bedrijf doet? Dat zag je goed overgenomen hebt en verder uitgebreid heeft. Daar ben ik heel trots op, ja. En het is zoals het nou is. Het is geweldig. Oh, daar word ik nou emotioneel van. Dat is... dat is lief. Wat raakt je nou? Dat ik zo trots ben op onze familie. Ben je een beetje trots op je jonge broertje? Natuurlijk ben ik trots op mijn broer. Hij heeft het keurig gedaan. En hij zal nog letterlijk lengte van jaren door blijven gaan. Ja. Nou, ze zijn alle 3 leuk bij elkaar. En dat is ook bijzonder fijn. En hoe denk jij dat jullie nog weer 175 jaar ouder worden? Ik denk over het algemeen dat we heel goed snappen waar we het aan te danken hebben. En dan bedoel ik niet zozeer aan mijn vader of moeder, maar ook gewoon aan de medewerkers, want je kunt de visie hebben, je kunt enthousiast zijn, maar zonder die mensen kun je niks. Goed. Mooi. Nou, dat was het, hè? Dat was hij.